In onze training Veilig hijsen en aanslag verlasten wordt er ook gebruik gemaakt van hijsbanden. Zoals hierachter op de hijskar. Wij hebben deze in de kleuren paars, ook in het groen en in het geel. En deze hebben ook allemaal hun eigen tonnage. Paars voor 1000, groen voor 2000, geel voor 3000. Dit is te herkennen door de kleur, maar ook door onder andere de streep die erop zit. Dus deze is dus 1000 kilo. Het is ook leesbaar op het label wat erop zit. En kan ik ook direct kijken van, is hij misschien wel gekeurd? Want we werken natuurlijk alleen maar met producten die intact zijn. Zijn ze verder niet door olie doordrenkt, zie ik geen rafels of gaten erin. Want dan zijn deze dus niet meer goed. Dan ga je deze dus niet meer gebruiken. Als u nou in uw bedrijf deze wit heeft. Dit zijn eenmalige hijsbanden. Het woord zegt het al, deze zijn eenmalig. Dus na eenmalig gebruik, dan vouwt u deze op. Dan kijkt u of er een prullenbak is. Daar gooit u hem in. En gaat u verder met uw werkzaamheden. Fijne dag verder.